Wat je hier ziet is een niet rond voortandwiel dat in de wielersport behoorlijk wordt gebruikt, zowel door recreanten als door topwielrenners, zoals bijvoorbeeld Chris Froome, die met dit specifieke tandwiel de Tour de France van 2015 en van 2016 won. Oké, daar gaan we. Ronde tandwielen waren bedacht vanuit ingenieursoverwegingen. Die waren niet bedacht vanuit het perspectief van de prestatie van de wielrenner. En dat alleen maakt het onwaarschijnlijk dat ronde tandwielen de optimale tandwielen zijn vanuit het perspectief van prestatie. Wat wij in dit project gaan doen is aan wielrenners vragen welk snelheidsverloop van het pedaal zij optimaal vinden. En op basis daarvan gaan wij uitrekenen welke tandwielvorm daar dan bij hoort. Het vinden van het gewenste snelheidsverloop van het pedaal gaan wij doen in een soort passingsprocedure die lijkt op het aanmeten van een bril bij de opticien. Moet het een beetje meer zus of moet het een beetje meer zo? En stop.